We zijn bijzondere wezens. Ik zei verleden al dat sommigen van u onberekenbaar zijn, maar sommigen van u zitten vol verrassingen. Ja? Dus we zijn bijzonder, we zijn uniek. Echt. U bent uniek. Misschien gelooft u dat niet, maar u bent een bijzonder mens. Iedereen heeft op zijn eigen wijze iets speciaals. En dat komt omdat God u geschapen heeft zodat je kan zijn wie je bent. God heeft niet 3 of 4 Steven Raymond's geschapen, hij heeft 1 geschapen. Hij heeft niet 4 of 5 Rajan O'Tar geschapen, hij heeft 1 geschapen. Hij heeft niet 5 of 6 Henk Durham geschapen, hij heeft 1 geschapen. Als hij 2 nodig had, had hij een tweeling gemaakt. Dan leken ze op elkaar en waren ze beide, ze deden beide alles. En toch zou je ergens zien dat ze met elkaar verschillen, ook al waren ze éénig. De Bijbel zegt in Psalm 8, vers 4 tot 9, waar je kan zien dat de mens de geweldigste schepping is die God gemaakt heeft. Dieren zijn mooi. Als je kijkt naar een krokodil, is je van luku. Je berekent, wauw. Als een krokodil naar zijn poeru smokkelt, dan denk je, wat een dier. Als je kijkt naar een leeuw, als een trots, dan denk je, wat een dier. Als je kijkt naar een geweldige tijger, dan vraag je jezelf, wat een dier. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een vogel, zo klein en toch wat hij uit zijn gorogoro, zijn keel gaat halen, dan sta je versteld. En toch zijn ze niet de geweldigste dingen, zijn ze niet de geweldigste schepping van God. Als je gaat kijken naar de soelas, als je gaat kijken naar de vallen. Ja toch? Als je kijkt naar het water, in zijn kracht, de oceanen. Als je kijkt naar de sterren. Als je in een vliegtuig zit en kijkt naar het heelal, dan sta je versteld. Dan vraag je af, wauw, deze God is een geweldige God. En toch zijn deze dingen niet de kroon der schepping van God. U bent de kroon der schepping van God. Ik zeg, u bent de kroon der schepping van God. Amen. Dus de Bijbel zegt, aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runden samen, al te gedaar. En ook de dieren des velds, de vogels des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. Toen God ons maakte, of toen hij ons schiep, heeft hij ons gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Top, maar toch eenvoudig. Als je mens zou vergelijken met de leeuw, dan zie je toch, als je kijkt naar de mens, dat de mens toch speciaal is. Ondanks de leeuw, you know, vol kracht is met zijn manen, vol kracht is, maar toch kan hij niet zijn wat de mens is. De mens heeft hersenen, de mens is een intellectueel schepsel. De mens kan heersen. De mens kan hoe noem je dat, met zichzelf filosoferen. De mens kan discussiëren, de mens kan praten, dieren niet. Dus wij weten nu dat de mens gemaakt is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. God heeft de mens hoog geschat. En God wou maar één ding van de mens hebben, dat de mens hem zo lief hebben met geheel zijn hart en zijn verstand. God wou hebben dat de mens hem eigenlijk zou vertegenwoordigen op aarde. En vanaf het begin zie je dat God goede intenties heeft gehad met de mens. God heeft de mens geplaatst in het paradijs. En heeft de mens alles gegeven wat de mens nodig had. Wij zien dat de mens op een gegeven moment de verleidingen niet kon weerstaan. En verleid is door die slang en ongehoorzaam geworden is. Waarom is ze ongehoorzaam? Waarom zijn de mensen ongehoorzaam? Omdat ze in de veronderstelling leefden dat zij als God zouden zijn, terwijl dat een leugen was. Want God had ze al gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En vanaf dat moment van de zondeval zien we dat mensen een probleem hebben. Zien we dat mensen zich anders gedragen dan wat God wou hebben dat ze moesten zijn. Ik bemoedig u wat u ook bent op deze wereld. Dank de Heer daarvoor. Deus Revi. Want de zondeval heeft gemaakt dat heel wat mensen zich onnatuurlijk gedragen. Dat heel wat mensen heel wat neigingen hebben. Heel wat mensen heel wat, hoe moet ik dat zeggen, gedragingen hebben die je kan bestempelen als te zijn onnatuurlijk. Eenvoudige, gewone mensen kan je noemen natuurlijke mensen. Dus kan je noemen mensen die gemaakt zijn zoals God ze heeft geschapen. En ook in die trend leven. Maar bij mensen die niet eenvoudig zijn en natuurlijk zijn. Want ik ga je straks de definities geven en de synoniemen van het woord eenvoudig. Dan zal je merken dat die mensen zich juist onnatuurlijk gedragen. Wat is eenvoud? Nederlands Schoenen definieert eenvoud als ongekunstheid of natuurlijkheid. Ongekunsteldheid of natuurlijkheid. Wat wil dat zeggen? Jezelf niet anders voordoen dan je bent. Eenvoud betekent jezelf niet anders voordoen dan je bent. Als een slang zich zou gaan gedragen als een mens, is hij geen slang. Als een aap, en dat willen ze soms, zich gaan gedragen als een mens, dan denk je, wat een lelijke aap. Maar als een aap zich zou gedragen als een aap, is hij een pracht van een aap. Oké, nu komt die bom. Als een mens zich gaat gedragen als een aap, dan denk je, wat een lelijke mens-aap. Zie je? Maar als een mens zich gedraagt overeenkomstig hoe de mens zich moet gedragen, dan denk je, wat een kroon, wat een juweel. Eenvoud siert de mens. Zeg tegen iemand, eenvoud siert de mens. Deus Revi, wees natuurlijk. Doe niet onnatuurlijk. Want God heeft je natuurlijk gemaakt. Amen. Eenvoud betekent bescheidenheid. Bescheidenheid. Gewoonheid. Ingetogenheid. Kiesheid. Soberheid. Fijnheid. En je ziet weer natuurlijkheid. Onbedorvenheid, ongedwongenheid, ongekunsteldheid. Met andere woorden, al die heden. Met andere woorden, in één woord, puur. Puur. Kijk naar een baby. Zolang de baby zich gedraagt als een baby, is hij een schat. Echt, kijk naar kinderen. Zodra ze zich gedragen zoals kinderen zich moeten gedragen, ook al zijn ze onhebbelijk soms, is het een lust om te zien. Dan zie je dat die eenvoud, die puurheid weg is. Dat is aan klaar. Als je het niet wil geloven, kijk om je heen. 14-jarige hoorberen. Je ziet gewoon dat dit is zo onnatuurlijk. Past niet. Baby gezegd, Suriname, hier is mijn bijdrage. Iets past niet. Tienerzwangerschap past niet. Is onnatuurlijk. Maar hoe gebeuren deze dingen? Laat van verleidingen en zo. Maar vaak gebeuren deze dingen wanneer in je hart die eenvoud weggegaan is en in je hart hoogmoed is gekomen. In je hart bigisma praxeri is gekomen. Echt waar. Dat is Sangat Ibri. De duivel was een geweldige engel genaamd Lucifer. Eenvoudig gemaakt door de master himself. Als je zou gaan lezen hoe geweldig hij was, dan schrik je. Maar hij heeft zijn natuurlijkheid verloren toen hij dacht dat hij meer was dan wat hij was. Toen hij anders begon te denken. Toen hij dacht dat hij God kon zijn en meer dan God kan zijn. Wanneer je merkt dat mensen hun eenvoud verliezen, hun puurheid verliezen, hun natuurlijkheid verliezen, dan zie je dat ze anders beginnen te denken. Ze hebben dan een bepaalde vorm van hoogmoed. Je kan niet eens met ze praten. Ze zijn iets geworden en het lijkt alsof ze bijna God zijn geworden. Je ziet het om je heen. Mensen die je vroeger toen ze nog eenvoudig waren. Kon groeten. Goedemorgen. Maar Tamara kan daar akiswan titel. Goedemorgen, wie bent u? Ken ik u? Hey boy, mag ik play samen? Maar wie ben je? Hoe playsbal samen toch aan Leo Victor? Oh, jij bent de drijver. Nou, joh. Je ziet eruit, jongen. Want kan dat wel weer een echte sadie toch? Maar dan zie je dat die man zich eigenlijk, jij die die man kent als troepen, lijn, mattie. Dan kijk je naar die man en zegt, dit is onnatuurlijk. Dat was maar nee, zei dat als je onnatuurlijk gedraagt, tot mijn spijt moet ik je zeggen, het staat je niet. Ben ik de enige die dat soort dingen meemaakt? Ik ben toch niet de enige? Je eigen familie soms. Voorzien ik tegen koning, ik kan go gewoon, wie is die zo? Oké, maar wie is ik go gewoon? Was het gewoon? Nou, abai een mooi bankstel. Voorzien ik ben maar don't op een brok bankstel. Nou, abai een bankstel. Ik zei dat nee, je moet daar niet zitten, zit daar. Dus ako heel zodanig dat jullie een brada of een sa, dat jullie goes dondrapen, dat we een oorusturu, eens dondrapen uitgebreid, is dat niet, heb je, moet je wat soft, een jaren kon je, dat we een oorusturu, dat eens don gewoon. Klariba. Eenvoud siert de mens. De Bijbel leert ons dat een ieder die zich verhoogt, vroeg of laat vernederd zal worden. Waarom? Omdat God vanaf de begin ons niet zo gemaakt heeft. Maar God heeft ons gemaakt dat wij gewoon natuurlijk zijn. Puur, eenvoudig, nederig. Jezelf zijn. Je niet anders voordoen dan wat je niet bent. Nogmaals, maar hij zegt dat deze revi man. Beloeruf tegen langaten. Deze revi. Play wel een soort acte de ene de next. Nogmaals, maar dat deze revi. En die kies papieren dat plotseling ik kan gewelden. Amen. Jezelf zijn. Wat er ook gebeurt. Ik zie het vaak toch. Mensen zijn opgegroeid in Flora. Plotseling in Flora. Ne boemoro ding. De slag die deden. De verdedigerscriptie mooi. De motto de slag 8.8. Of kan de killen 5.9. Afgerond 6. Ik hoop dat ik positief sta. Ik hoop dat ik aslag aan acht. Zo is het moeilijk dus. Aslag aan acht. Vanaf een moment dat je bachelor, doctorandus, master, bijna Osanoango. Je lacht erop. Maar zo is de mens. Direct Flora, contrompor Flora. Dus je bent daar opgevoed. Je hebt daar via daar je studie en de hoogtepunten kunnen bereiken in je leven, maar direct aan een boemoro. Ik begrijp de mens niet hoor. En direct aan mataksa inekoluku moimoro, want afrois akis wan functie, akis wan dienstwagen. Nee, een wagen beta straat, maar dienstwagen de magta straat. Ik woon alleen toch, maar je kan tanden, je spaar maar nee maar. Ik kan niet in dit soort buurten wonen. Je zei, ik ga naar Noord. Als hem net dat de Boroka waji de Boroka osso. Terwijl Flora kan nooit de Boroka waji, want de beste bij ons kent ons toch. Na een lijn de zoen, de Boroka drapen, bij wijze van praten. Nagas men is het, dat deze rivier. Want eenvoud siert je. De Bijbel zegt in Spreuken 16, vers 19. Het is beter nederig van geest te zijn met de armen dan de buiten delen met de hoogvaardigen. Het is beter nederig van geest te zijn met de armen dan de buiten delen met de hoogvaardigen. Met andere woorden, liever bij jezelf. Liever move je met een ieder, arme, rijke, dan dat je tussen de zogenaamde hey man bent die eigenlijk het niet eens met je menen. Amen, sommigen wel hoor, laten we de goede niet naspreken. Maar laten we kijken naar onze heiland. Jezus kwam op aarde in een kribbe, terwijl hij God was in vlees. Emmanuel, God met ons. Hij was het vlees geworden woord in vlees. Maar hij kwam op aarde gewoon eenvoud. De Bijbel praat erover dat hij een man was die niet geacht zou zijn onder de mensen. Jesaja 53. Hoe viel Jezus op? Jezus viel op vanwege de taak die van God, die hij had gekregen en die hij in gehoorzaam uitvoerde. Zo viel hij op. Hij viel op omdat hij bezig was op een eenvoudige manier het werk van God te doen. Als je bezig bent je skills op een eenvoudige, natuurlijke wijze te gebruiken, ga je opvallen. Je hoeft niets te doen om op te vallen. Als je werk hebt, kom om 6:30. Als je 7 uur begint, kwart voor 7, je beetje zit hier ook. Hoor. Begrijp je? Dan val je op. Want je bent anders. Het is voor jou een natuurlijke zaak om op tijd te komen. Je hoeft niets extra te doen om op te vallen. Maar je merkt vaak dat mensen die proberen om op te vallen, juist onnatuurlijke dingen doen. Je was een eenvoudige jongen. Hoe besabelijk eenvoudig. Plotseling kom je nu met een hak tot en met. Begrijp je? Terwijl je eenvoudige jongen was, maar je kiest zo'n promotie, directeur. Je bent weer altijd netjes, maar nooit een directeur. Dus dat je tegen je collega contact maakt, of zo nou, alla monde tevreden. Dus dan word je naar school gereden, dan ben je op een doortje, directeur, dag directeur, ja. Begrijp je? Terwijl ik aan reuser heeft kon, want het veranderen. Na Sam scoren, enigszins aan iets kon je functie, niks te veranderen. Ik bedoel, als het functies zijn zoals minister, pekis, bodyguard, al dat soort standaard, netjes. Amen? Eenvoud siert de mens. Maar ik vond ja zo een eenvoudige jongen, eenvoudige predikant, dat plotseling, nou die apostel, dan toen wat je me aan vis, je wambaka. Schoten moest damsen aan gong. Come on. Dus voor mij is het onnatuurlijk. Voor sommige mensen is het natuurlijk, maar voor mij is het onnatuurlijk. Mij wil gaan plasje, maar ik snap het, look op me. In de camera, Is dat moeilijk? Begrijp je toch? Mij wil jou breda aan ons, maar ja. Dat is mijn borrel. Eenvoud siert de mens. Want dan ben je maskererend bezig, toch? Je weer een masker. En ik wil geen masker aantrekken. Ik wil zijn op die plaats waar God me wil hebben. Ik wil mezelf zijn. Eenvoud betekent dat je jezelf bent. Heb je mensen hier in de zaal die zeggen, ik wil mezelf zijn. Look, als je geboren, hey. Dan is een probleem dat je naar hey geboren. Ik weet in Yang dat op een bepaalde wijze. Laten we zeggen, je vader is president. Je had ook een koutak 10 jaar ben de president. Dan in die 10 jaar, je leert bepaalde zaken. Dus je wordt op een bepaalde fasie. Is dat toch? Dus dat is normaal. Dat is dan een eenvoudig en een natuurlijk ding voor jou. Gewoon. Als je de prins, je panakoning, je prins, je navoespang, automatisch. Maar wat gebeurt er vaak met ons? Je ziet mensen dingen onnatuurlijk doen. Dat is mijn probleem. En dat is de essentie van die korte prediking. Om u aan te tonen dat u niet onnatuurlijk hoeft te doen. Want alles wat God wou zijn dat je moet zijn, zit al in je. Het zit al in je. God heeft het al in je geplaatst. God heeft je al op een plaats gebracht. Waar je weet dat, oké, dit is hem. Amen. Zie je niet dat een leerkracht niet hoeft te gaan doen of hoeft te zeggen, ik ben leerkracht. Er wordt verwacht als je leerkracht bent, dat teken, goedemorgen leerlingen. Ik teken, ik bord, ik kreeg, ik ben schrijven. Ik ben Antoinette Durham. Dat de man zegt, oké, dat is niet van leerkracht. Dus het zijn natuurlijke dingen. Want het wordt je geleerd. Eenvoudig. Met jouw leerkracht. Hé, Sumayu, kom je. Klariba. Dan ga je mag misbruik maken van je positie als leerkracht. En dat is niet goed. We moeten nederig zijn. We moeten onszelf zijn. Onze heiland en verlosser, de Bijbel zegt, hij was een zoon. Hij was de zoon des mensen. Weletende, dringende. Hij was een vriend van tollenaars en zondaars. En dit is belangrijk voor ons. Wanneer wij straks in posities komen, gebracht door de Heer. En als u al in die positie bent, wil ik je vandaag oproepen om gewoon jezelf te zijn. Je bent je hele leven lang mens, maar één keer maar minister. Heeft ja geluk misschien 2 keer minister. Amen. Dus mensen die hier zitten, ik wil dat u begrijpt dat God wil dat u altijd nederig bent. Altijd eenvoudig bent. Altijd puur bent. Mag ik een amen horen? En als God u in een positie plaatst, weet dat het voor een periode is, tijdelijk. Inota jullie lang president. Inota jullie lang minister. Inota jullie lang directeur. Wie is itan directeur 20 jaar? Die op 60 of 62 jaar in 3 begitras. Maar dat zei je doen nou. Ik ben blij wel een echte man. Ik ben wakamoro. Heer de wajibere, dan nou die zang, dan nou dat je bereken van molibino. Ik heb geen vrienden. Want alles maar mijn vijand. Maar wanneer je een mensenvriend bent, je bent eenvoudig, je kan bewegen met iedereen. Dan wees je de directeur, maar toch des Maukari directeur. Want dan ga je geliefd zijn. Want eenvoud siert de mens. Dus ik roep u op vandaag om nederig te zijn. Ik roep u op vandaag om uzelf te zijn. Ik roep u op vandaag omdat God u roept om uzelf te zijn. God u roept om nederig te zijn, dat u nederig bent. U kan niet in een kerk zijn en u krijgt een positie dat plotseling in het Takanoans memoren. Samsa, itron staring. Itron staring. A kerk ben de fosju. A positie ben de fosju. Want rasma ben de in een positie. Kan de Europese agomoro he, juteka positie. De rustig. De rustig. Want vandaag ben je on top of the world. Morgen ben je daar. Dus als je on top of the world bent, de rustig. Als je daar bent, de rustig. Wees puur, wees jezelf. Mag ik een amen horen? Echt waar. Je hebt mensen in het christendom. U krijgt politieke functies. U krijgt, hoe noem je dat? Onderscheidingen. U krijgt wat dan ook promoties. Zorg hoe dat tekens asani in het doel, like plotseling. I birti na bumoro giu, I famiri buno gimoro, logos na bumoro, me gaan tracerti, peko so gudu mande. Tandrape. Tede yaji I tro normaal baga, de salon konja baga. En wij gaan toch van je houden, want eenvoud siert de mens. Zo eenvoudig is het. Dus ik wil u oproepen. Vandaag. Jezus zegt, leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Leer van mij. Amen. Amen. Tegens mij zei, I mooi tede schrevi. Mateo want dat tramang, of a trasma, of a trauma, kan ik je niet herkennen. Je kent dat toch? Een man bij jou minder gewoon plotseling. Oké, een man tron pastoor. Dat is een man, dat laat iemand voor dat je dag broeder Steven, pastoor voor jou. Dat berekent mij God, wat overkomt mij hier? Is mij overkomen. Want man staat een man bij lijn. Maar dat laat iemand dat je dag broeder gaat, pastoor voor jou. Maar hoe gebeurt dat? Dit komt omdat mensen vaak gewond zijn. Mensen vaak een afwijzingsgeest hebben. En doordat ze niet zijn genezen, dan eisen ze van ons dat wij hun behandelen alsof ze de volgende koning zijn van het land. Wel, in Gods koninkrijk is er maar één koning. En zijn naam is Jezus de Christus. Jezus zegt, als je de grootste wilt zijn in het koninkrijk, moet je dienaar zijn van allen. Huh? Nagasmanij zegt echt eenvoud, siert je. Dat maakt je kroon der schepping van God. Trafas na bubulas. Trafas na onnatuurlijk. Trafas aan de puur. Amen. Amen. Dus vanaf vandaag Mijn oproep naar u. Wat u ook wordt in de maatschappij. En sommigen van u gaan heel ver komen. God gaat u hoog brengen. God gaat u posities geven. Abroko osofi sabe fadon kadoji wa morobu oso. Maar lekfa dabe fado ibe wan alas mako graag in abroko oso. Teki sabiji oso mek alas mako graag in abiji oso. Mag ik een amen horen? Ja toch, want als maar ben jij nanga dringi nangai in te alleen bekonak zo ube pot embre ube sani wel dabiji oso kono dan in een vast makai movodoro. Dat is maar kon, zuster Elina. Elina, u bent het toch, zuster Elina? Ja, wat kom je hier doen? Zuster Elina, ik ben het Margo. Ja, ik weet dat het Margo, maar wat ben je hier komen doen? Samsa. Want nou, itrong mevrouw. Itrong mevrouw, dus Elina, dan kan ik zomaar morgen, want itrong mevrouw. Voor die was je geen mevrouw. Je bent getrouwd nu met iemand in positie, dus ik trom mevrouw. Ik moet het weten. Amen. En als ik kan koningen in Abroko osso, te ik kan mooi osso, ik kan kondrapen toe. Amen. Amen. Dus daarom die mensen die mij niet uitnodigen in de Broko osso, te hebben mooi osso op mijn konto. Serieus. Als ik niet kan komen eten met jou. In te tapa broko stoer op je bijna, maar je hebt zo'n fado. Minoa kon je ook totaal geweldig stoeren, want je hebt een probleem. Ik kan me herinneren, want man tegen me geef me lef. Kunt u me lef geven? Met dat absoluut. Met jou maar lef, maar pot me zo'n mooi osso. Met helemaal je woont mooi. Ik ja hoor. Mam, dan zou ik 2 weken samen baba man van horen. Dus ik ga zoeken man. Dan kom ik aan Henk. Is Henk thuis? Welke Henk? Durham. Oh, die woont hiernaar. Die blokken osa zoeken fado. Osa maar breek me af. Maar je ziet die man had een probleem. Ja? Hij had een probleem waardoor hij in feite niet zichzelf kon zijn en me brengt naar een huis dat niet van hem is. Terwijl hij zei, wie weet, ik ben bij het bestuur van kerk. Maar Henk heeft gezegd, ik zoek fadon. Ik ben 1000 stompen van Jamara. Mensen hebben geen minderwaardigheidscomplex. Al woont u in een arm huis, maar u moet weten... God heeft u puur gemaakt. Er is iets geweldigs in u dat naar buiten gaat komen als u blijft vasthouden aan God. Amen. Echt wel. Maar wie denkt je vallig omdat die nou je tijd aan biggie osso, die rustig. God wil dat we het goed hebben, maar ik heb gemerkt. En ik hoop dat u het ook merkt. Waarom geeft God christenen, mag God christenen niet rijk? Waarom denk je? Waarom zie je dat heel weinig christen in bepaalde posities zijn? Waarom denk je? Ten doorheen naar positie, de ergers moren Idi Amin. Ze misdragen zich als beesten. Je schrikt ervan, je vraagt je af. Anders maar zei kaker kami. Ik ga look at. Je pastor is je komen. Laat die zitten, kom. Ik ontvang hem wel, je is dong. Maar je na pastoor bij je doordrapen. Maar daarna ben je next day, ben je zoeken. Hij pastor, kom direct naar binnen. Zie je? Niet goed. Wie je ook komt bezoeken. Wat je ook bent geworden. Kijk, als de protocolaire regels zijn, dat naar Trassani. Maar met dat over normale gevallen. Amen? Be yourself. No kijk je telefoon, omdat je troon directeur. Dat alles wat bij Belly, maar nou dit, ik kon echt dan nog eens maar van kerk die nog mag abinummer, want ik ben mevrouw directeur. Wees jezelf. Tegen als men zegt eenvoud. Siert de mens. Het houdt je puur. Het houdt je natuurlijk. Het houdt je geweldig en prachtig. Als je eenvoudig blijft, ben je volledig in die zegen van God. Want je bent nederig en God zegent de nederigen. Kom maar, laten we de Heer een klapoffer geven.